Uh, Johan Walem, uh, ja, afgelopen weekend 0-0 tegen uh, Leuven. Hoe bleek je terug op die wedstrijd? Bah, bleek het bleek terug dat we een punt genomen met 10 spelers. Dat is de enige positieve uh, ding, denk ik. Dat was wel een moeilijke wedstrijd, maar uh, door, door ons. Want uh, jammer voor ons, maar Camara heeft een, uh, een fout gemaakt. Uh, en dan uh, hadden we iets moeilijker. Jammer voor onze tweede helft. En ja, dat was niet leuk uh, voor niemand, denk ik. Ja, wat zeg je dan na zo'n match in de kleedkamer? Maar ik moet eerst en vooral de spelers feliciteren voor uh, de inspanning die ze hebben gedaan gedurende uh, 40 minuten. Want dat is niet gemakkelijk. En uh, dat was één punt. En dan uh, moeten we de les uh, trekken van uh, wat, wat, uh, wat is er gebeurt. Nu wel een positief punt. En vond ik de invalbeurt van KIS? Iedereen wachtte dat uh, als KW uh, Kortrijk iemand. Uh, Laat hier komen voetballen, dat hij geeft iets, uh, iets meer dan de anderen. Dat is natuurlijk de bedoeling. En dat is een jonge speler, die heeft wel kwaliteit. En ook heel gretig, heb ik gezien. Ja, maar die... dat is logisch. Uh, iedereen moet... Uh... Dat laten zien als ze willen spelen. Ja. Nu, op de persconferentie zei je: we ontbreken nog iets om het goed te maken. Wat, wat is dan het tikkeltje dat je nog mist? Het tikkeltje dat, dat we nodig is, denk Ik, ik denk dat we qua verdediging we verdedigen zeer goed verdedigen. Of toch we zijn zeer goed georganiseerd. Maar qua aanvallen denk ik dat we missen nog een beetje automatisme. En uh, als ik zeg dat, ik, ik, uh, ik wil vooral zeggen dat we, we nooit uh, kunnen twee keer of drie keer met dezelfde ploeg spelen. En het uh, gebeurt altijd iets met onze spits of dit of dat. Uh, pak maar de voorbeelden van. Uh Lastie, die, die was uh, zes weken, KG is later gekomen. Papa Zouglou is al weken al met een kleine kwetsuur. Nu Kamara, uh, een camera één keer ja, één keer niet. En nu kies erbij. Het zijn toch veel dingen. Hè? Ja. En nu, um, papa Zouglou is terug, veronderstel ik? Ja, hij traint mee met de groep. en We zullen nu uh, beslissen in de volgende twee, 24 uur als hij een voor de wedstrijd. De komende zaterdag spelen we op Oostende. Ja. Voor de spelers is het misschien een beetje een speciale wedstrijd tegen een ex-trainer. Extra dat is misschien ja, altijd speciaal. Maar uh, ik denk vooral dat we dus daar gaan spelen. tegen De, uh, de ploeg die is uh, op kop uh, bij onze kampioenschap. Dus uh, Dat moet een extra motivatie zijn. Ja, het is een ploeg die het heel goed doet. Uh, ja, het is een ploeg in vorm. Hè? Ja, mijn ploeg uh, die heeft ook veel gekocht, denk ik. En wil uh, investeren en zeer wil investeren. Het is uh, normaal dat ze zijn daar zijn en dat ze hebben veel, veel, veel kwaliteit. kwaliteit vooral voor als je ziet uh, hoeveel spits ze hebben en uh, van welke kwaliteit.